Oké, kunnen we dat dan? Je stoot het vooruit, stoot het achteruit, stoot het links. Er wordt fanatiek gebokst dit weekend in Zwolle, want je krijgt natuurlijk niet elke dag les van Oran Delibas, de man die in 1992 zilver won op de Olympische Spelen. En ook nu weten liefhebbers nog steeds wie hij is. Ja, dat is een hele goede bokser en die heeft meegedaan aan de Olympische Spelen en hij kan Turks, dus ik kan hem verstaan. Delibas is een rolmodel. Zelf werkte hij jarenlang in de zorg en hij weet hoe belangrijk boksen kan zijn voor de jeugd. Dus ik vind het een hele goed initiatief dat de jongens in plaats van op straat rondhangen, dat ze naar een sportschool toe komen om hun ei kwijt te raken. Dus energie kwijt te raken. Daar gaat het bij boksen om. En ik vind boksen een van de mooiste sporten die er is. Karel van Gemert is zo iemand die baat heeft bij de Zwolse boksclub. Door mijn ADHD kan ik in de maatschappij moeilijker meekomen. Deze sportschool geeft mij de gelegenheid om mijn frustraties en mijn dingen kwijt te kunnen in de sport. En daardoor ook mee te kunnen komen in het andere dagelijks leven weer, waardoor ik mijn frustraties kwijt ben. Sommige kinderen zijn behoorlijk fanatiek en leren wat ambitie is. Nou, ik wil graag ook professioneel gaan boksen en in de ring staan en er ook geld mee verdienen. Wil je net zo goed worden als Oran Delibas? Ja. Ik heb zeker talentjes erbij gezien. Er waren jongens die wat volwassener waren, ook kleintjes. Er zitten genoeg potentie in om later Olympisch kampioen te worden.